Zal je moeder maar zijn, Rachel Hazes, 52, presteert het om van haar nieuwe liefdesgeluk een enorm ordinaire mediaruzie te maken. Ze vormt sinds de Holland Zingt Hazes concerten van afgelopen weekend definitief een setje met No Surrender oprichter Klaas Otto, maar kennelijk waren ze vergeten om zijn vriendin Gracia Kraus even in te lichten. Gracia, 38, schrok zich thuis op de bank helemaal wild toen Klaas, 54, en Rachel, 52, tijdens het concert gelijktijdig een zoomfoto plaatsten op Instagram. Gracia wist het Insta-wachtwoord van Klaas en begon op zijn account allemaal hatelijke teksten over Rachel te schrijven, bijvoorbeeld dat ze een oude speedjunk is. Ze deed net alsof die teksten van Klaas afkomstig waren. Kijk deze AUB oude junk, hahaha, ken haar van achteraan, ken haar al voor André die haar achteraan weghaalde. Nooit ruil ik mijn vrouw in voor die hazenwind AUB mensen, die vrouw is hopeloos, wil een man en kan er geen krijgen en gebruik mij nu. Ik hou van Gracia Kraus. Nadat Klaas, dochter Melissa al reageerde, laat nu ook Rachel van zich horen. Zij plaatste gisteravond een foto van zichzelf, Klaas en een andere blonde dame. Fijne avond gehad. Zo kan het ook rood hart, staat erbij. Wie is dat mens dan weer? Hazoloog Yvonne Koldeweijer geeft het verlossende antwoord, rasneert even naar Gracia, de woedende ex-vriendin van Klaas. Deze blonde dame is namelijk Nancy Bosters, de ex-vrouw van Klaas. Waarom weet ik dit allemaal? Joe tranen van geluk. Heeft Gracia hier nog wat op te zeggen? Kinderachtig, waarom hebben ze mij niet uitgenodigd, tranen van geluk, reageert ze volgens Juice Channel. Omdat Klaas op straat is gezet door Gracia, woont hij nu al samen met Rachel. Omdat de twee ontzettend klef zijn, zou André Hazes junior inmiddels uit huis zijn gevlucht. When I step in, 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 when I step